Vandaag gaan we het hotel beoordelen. Wat mijn mening is. Hoe ben je tevreden over het volgende aspect? Ik vind het hier zeer goed. Dus ik heb geen klachten. In welke mate beantwoordt u de onderstelde verwachtingen? De netheid van mijn kamer, studio. Die was volledig in orde, zei ik een lachend gezichtje. Dus dat gaan we aanduiden. De kamer van de studio biedt voldoende comfort. Ja, zeker weten. Ik vind altijd dat je meer buiten moet leven dan in je hotel. Dus dat is het belangrijkste. Het ontbijt, buffet, ja, volgens doet aan de, mijn verwachtingen, zeker weten. Ik heb niks tekort te komen. Want als je de beelden ziet van de video, ik heb echt alles gehad van het ontbijt wat er was. Het kon gewoon niet beter. Dan, ik ben tevreden van het middagmaal. Ja, daar kan ik niet echt over oordelen, want dat heb ik. Dat is eigenlijk niet van toepassing. Ja. Avondeten. Waarom niet? Omdat ik er eigenlijk niet heb gegeten in de middag, dus ik kan het niet weten. Maar dat zou wel goed zijn, daar ben ik dan zeker van. Het adbon was voldoende. Mijn reservatie liep vlot, ja, heel vlot zelfs. Dus dat is ook een lachend gezichtje. Ik ben zeer tevreden over de service van de receptie. Die mensen hebben echt een uitleg gegeven, dat wilden nu weten. Toen ik wou weten hoe ik mocht straks binnenkort, hoe ik moest binnengaan. Dat was allemaal in orde. De website vind ik ook wel leuk. Prijs ook correct. Indien het nodig is, ben ik hiervoor. Ja, ik ben even geholpen. Actie met de optredens, ik denk dat wel. Mijn personeel was vriendelijk tegen mij, ja, ze toch die groepen, dus dat is toch goed. In welke mate beantwoordt dan hotel? Veel beter dan verwacht. De datum 20.08.20. Nee, eerder nog niet bezocht. Maar waar ken je ons? Dat is vanaf een stap. Dat ik die ken. En dan, je kan ons volgen op Facebook. In deze wens kan je wat uitleg geven over de zaken die wat lang of je hoger scoren. Het was een heel mal top. Doe zo voort. Minpunt. Wifi. Op kamers. Veel weg. Ja, ik viel heel vaak weg, want ik heb er eigenlijk nog geen wifi gehad eigenlijk, op eerlijk zijn. Dus dat vind ik wel. En misschien ook nog. Ik denk dat dat wel goed is. En dan het adres. Dus in dit hotel ben ik gebleven. Dus dat is ingevuld. Dus vond je dit een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. Ik weet niet of je dat eigenlijk kent, Viropet. Maar dat deed me echt aan het denken zo. Dat je ze op het einde van het programma, zeggen ze dan, de punten worden nu verdeeld. En dat deed me eigenlijk een beetje aan het denken. Dus ik dacht van, laten we dat ook even opnemen. Dus ik vond dat zeker heel leuk. Dus zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.